Dit is de keuken. Dat is de uitgang. Het is nou een beetje rustig aan het worden. Kijk, hier kon je de Swiss halen. Ga kijken. Goedenavond allemaal, het is vandaag vrijdag 24 januari. Ja, het is een beetje donker zometeen. Dat is Ro en ik ben Karen. Ja, Staal en dan. En wij vormen dus Staalman de Werf. Ja. En wij gaan dus nu lekker uit eten en we nemen nu gezellig mee. En nee, we gaan nou niet in Gouda uit eten, maar in Zoeterheer. Ja. Zo, wat heb jij allemaal? Lekker mayonaise, je kip, je biefstuk en je hebt... Appelmoes, biefstuk kip. Ja. En kroepel. Ja. En hier heb je kipnuggets. Kipnuggets, bitterballetjes. Bitterbal. Spekjes. Soetier, rundvlees. Ja, roastbeef ook, roastbeef, zag ik. Frietjes een beetje. Mooi. En een gebakken banaan. Mooi. En ik heb dus kipnuggets, salm, spekjes, pindertjes en garnalen, biefstuk en kip in zoetzure saus. Dit is ossenhout. Ja. Met knoflook. Pepersaus. Oké. Okay. En dit is? Dit is kippensoep met croutons. Nou, en ik heb weer als vanouds, garnalen en een lekker rode wijn met water bij. Dit is de keuken. Dat is de uitgang. Het is nou een beetje rustig aan het worden. Kijk, hier kon je de Swiss halen. Slipton en daar witte rijst. Daar hebben we mijn lieve mannetje. Oplopende vloer. Dan weer waarschijnlijk een aflopende vloer. Ja, hoe verzin je het? Eet ik toch liever een bij Gouda. Fijne avond. Ja, maar ik vind dit zo mooi. Maar dan moet je van de buitenkant zien. Moet je echt even van de buitenkant zien. Het is hier lekker.
En dan kom je hier dus zo binnen. Zo. Ja, dan moet ik mezelf er niet opzetten. Camerabewaking? Ja, cameratoezicht wel. En het is rookvrij. Ja, en toen waren we weer thuis. Ik heb het heel warm, zoals je ook kan zien aan mijn gezicht. Ik ben rood. En ja, ik ben moe. Zo, nou, Zoetermeer, ja. Wat moet ik ervan zeggen? We hebben sowieso een gesprek gehad met een medewerker en die daar werkt. Over sowieso de nooduitgangen. Dat die dus niet vrij waren. De brandwastels. Dat daar dus een tafeltje een stuk aan de kant beter moest. En zo een paar andere dingetjes. Zoals ook onder andere een random brandoefening. Met ook misschien gras erbij. Nou, dus dat zou ze opnemen. Dus even kijken hoe ze dat gaan doen. Ik heb twee wijntjes op. Ik voel hem aardig, moet ik zeggen. Ja. Want ik heb nog twee muntjes over. En als je dus daar gaat eten. Dat is wel weer leuk en handig. Als je dus daar gaat eten voor 2,5 uur, krijg je dus per persoon 2 muntjes. Van deze mooie muntjes. Maar ja, rood drink niet. Dus ja, dan heb ik nog 2 muntjes over. Dus de volgende keer heb ik er 6 muntjes. Dus ik kan gewoon een hele fles wijn aanschaffen. Ja, dus misschien dat ik dat dan ook wel ga doen. Heb ik nog 1 muntje over. Nou, joehoe. Geef me gelijk een glas. Vet goed. Nee. Ja, gelijk alles op. Hartstikke mooi. Dus voor de rest kan je het allemaal zien in de video. Hoe het eruit ziet. En laat ook even weten of je daar ook al een keer bent geweest. En of dat je ook al eens een keertje in Gouda bent geweest. En welke van de twee je beter vindt. Ik vind zelf beter Gouda wat fijner. Dan Zoetermeer. Maar dat is gewoon gevoelsmatig. Ja, het is daar een breder assortiment. We kennen het daar al. Het is daar gewoon een bloedje heet in Zoetermeer. Het is ook maar net in welke kant je zit. Maar ja, ik vond het even, voor mijn gevoel toch Gouda Atlantis een stuk fijner en prettiger qua gevoel. Ja. Want als je daar zit te eten. En dat was ook bij Roderick namelijk zo. Hij was nog aan het eten en hij pakte zijn laatste stukje vlees, spot. Het werd gewoon gelijk weggehaald. En zijn bord. Dus, en dat heb je dus in Gouda niet. Dus daar kun je gewoon echt gewoon rustig eten. En dan is het echt gewoon dat als je klaar bent, nou ja, zet het maar gewoon aan de kant. En ook als je dus... Als je dus gewoon terugkomt in Gouda, is jouw bordje weg. Dat is dus in Zoetermeer dus niet. Dat is een beetje jammer. Dus dat zijn de kleine dingetjes. Maar ja. Even kijken wat we morgen gaan doen. Ik wou sowieso even naar Boskoop kijken. Ik heb net de 2, de 3 en de 4 gedaan met schakelen. En terwijl ik een beetje alcohol op heb. En ik heb een beetje gestuurd met room. Meegestuurd, wel en wel aan de passagierskant. Maar het is altijd handig als je dus ook mee kan schakelen. Dus en vanmorgen even kijken wat we gaan doen. Dan neem ik ook gewoon even mee. Hè, Spiet? Ja. Ja. En Roos nu even met de hondjes, omdat ik hele fijne ogen heb. Zoals jullie wel kunnen zien. Ja. Dus, zien jullie morgen. Ja, toen was het alweer zaterdag, al 4:07. Ja. En ik lig nog steeds op bed. Ik ben wel een deels aangekleed hoor. Ja, mijn broek heb ik aan. Ja. En heb ik Lovely hier lekker bij me liggen. Daar ligt de Lady, die Draki. Hey! En daar heb ik een Roderick. En hier heb ik haar. Ja, precies. En Beauty hebben we nu. Maar die is ergens in huis. Ja, studio. Ja,
Maar om 4:30 moeten we naar beneden, want dan worden we verwacht bij de buurvrouw om te gaan eten. Maar dan moet ik mijn haar nog eventjes wassen, want dat is zo vet als ik weet niet wat. Dus ik moet eruit. Ik ben zo lui vandaag. Wat toch wel weer een weekend nog hoor, dit dus. Is het lekker? Kusjes geven. Arr, kijk eens hier. Of kijk eens hier. Ja. Nee, dan moet je. Nee, dat is lekker makkelijk. Zo. Zo. Hou ik de camera wassen. Ja, toen? Ja. Oh ja, en toen? En dan? Geen idee wat Lovely wil. En wat wil jij? Een bed wil. En hoe vond je het eten gisteren? Ik heb daar gisteravond al daar een videootje over gemaakt voor ze. Maar wat vond jij het bij eten en zo in Zoetermeer? Het was wel aardig. Je kan zoveel eten als je wil. 2,5 uur lang. Uitgebreide selectie. Er is een hete plaat, Amerikaans, wokken. Nog meer toetjes, zoveel je wil. Ja, maar dan kun je ook, en dat kun je ook in Gouda. Neem die als kaasblokjes, dat is denk ik van. Ja, wel. Ja. En je moet gewoon goed kijken. Is dat palk? Geen die palk met 2,5 uur palk in mijn eten, dat kan het ook. In plaats van bij een pannenkoeken. Ja, weet je, 2,5 uur pannenkoeken moet vertrouwen, maar als je het lekker vindt, het gaat wel. Maar wat vind je van de kwaliteit? Ja, kwaliteit. Op zich is het een reden, dat is een moeilijk verhaal. Ik vond hem semi-objectief. Ja, maar als je het moet gaan vergelijken met Gouda en Zoetermeer, noem ik het dus. Ja, een beetje, ja. De kwaliteit van het eten is vergelijkbaar. Zoetermeer is ietsje gezelliger. In Gouda is het wat ruimer opgezet. Zeg maar, het eetgelegenheid rondom de keuken, zeg maar. En hier was de keuken echt apart, het keukengedeelte. Ja, maar wat ik dus ook heb gezegd, kijk, jij kijkt daar niet echt naar. In Gouda, als je dus gaat wokken, dan is het nog lang heet. En hier in Zoetermeer, als je het gaat wokken, nou, dus binnen 5 minuten is het koud. En dat is niet fijn eten meer. Nee, oké, dus je wordt eigenlijk gedwongen wat vaker te lopen en kleinere plakjes te doen. Ja, en dat is niet fijn. Nee, je gaat lopen. Of je moet dicht bij de keuken zitten, dat is niet zo. Ja, nee, maar Ro, je moet ook eventjes voor de mensen die gewoon echt goed willen eten. Ja, dan kan ik eerder gaan. Juist, hè? Dan kijk, en je moet ook zelf voor jezelf gaan kijken. Van oké, het is daar wel gezellig, maar één, het is daar niet brandveilig. Sowieso niet. Want weer komt weer verlegen. Ja, maar oké, dat maakt even niet uit. Ja. Het gaat erom. Het is daar misschien wel qua gezelligheid, maar ja. Kom je voor de gezelligheid of kom je er voor het eten? Ja, maar kom je voor koud eten en gezelligheid of kom je voor. Nee, maar je moet meer gaan denken van oké, wat wil je eigenlijk? Wil je nou echt goed warm eten en lekker lang kunnen eten en warm? Ja. In plaats dat je gaat wokken en je komt en het is aan tafel en het is al koud. Ja. Zo moet je ook weer zien. Ja, dat klopt. Ja, Zoetermeer, dat was wat warmer qua ambiance, zeg maar. De temperatuur binnen. Dus dan. Voelt het eten ook wat meer kouder aan. Het tweede was Gouda, heeft dus zeg maar de keuken heeft al verwarmde borden klaarstaan. Ja, en dat. Dus als je daar warm eten op zet, dan blijft het maar wat langer warm. En in Zoetermeer hebben ze dus borden klaarstaan, maar die worden niet verwarmd. Dus dat is het hele.
Ja. Maar alsnog. Maar ik zou Gouda aanbevelen. Wij gaan nog één keer naar Zoetermeer om dingen te checken. En daarna is onze vaste plek of Leiddorp, want daar wil ik ook eens een keertje kijken, want dat is hetzelfde als Gouda. En als dat ook, en als dat ongeveer hetzelfde is als Gouda, dan zou ik ook Gouda en Leiddorp aanbevelen. Ja. Dus daar later meer over. Nou, ik heb dus mijn kooltruitje aan, lekker, met gewoon een normale random broek en schoenen van Haren, ja. En rode. Wil je echt serieus een jas aan? Ja. Waarom? Koud. We gaan gewoon in het trappenhuis hoor, blijf je. Ja, maar het trappenhuis koud. Ach, schij uit. Ik neem mijn sleutels mee en mijn telefoon mee. Ja. En mijn buurvrouwtje die woont hier schuin onder. En dan gaat hij en serieus een jas aan doen. Nou, ik niet. Nou, ik neem alleen sleutels mee. Het is hier wel heel erg donker, gelijk even vloggen. Ja. Dames, jullie gaan op en op de gang. Maar ik ga eerst even kijken of ik wat aan kan doen. En zonder dat er iets uitvliegt. Ro. Wil je even wat opletten? En nou staat hij niet uit. Heel raar. Normaal slaat hij namelijk uit. Daarom vroeg ik net al rood, maar dan begrijpt mijn man mij niet. Dat is vaker. Nee, hij blijft erin zitten. Dus een beetje raar, maar het zieke idee, die daar mag eigenlijk ook niet. Maar komt wel goed. Ik ga de hondjes wat lekkers geven en we gaan naar beneden. En ik weet niet of ik daar mag gaan volgen. Dus. En toen waren we lekker thuis. De hondjes hebben eventjes een beetje kattenvoer van me gekregen. Ja, en ga nou niet zeggen dat het slecht is. Ja, ik weet niet dat er heel veel zout in zit. Maar ze krijgen het zo af en toe. En als de katten brokjes laten vallen, pakken ze het ook op. Dus. En in de natuur krijgen ze ook te veel, wat soms niet goed zal kunnen wezen. Dus af en toe even wat lekkers. En 3 honden. Ja. Joehoe. Laat ze even lekker genieten. Zo vaak krijgen ze dat niet toe van mij. 1 keer in de maand is zo. Hoogtens. En anders 2 keer in de maand. Nee, ik bedoel, niet 2 keer in de maand, maar om de 2 maanden zoiets. Hè? Dat bedoel ik. Of soms 1 keer in de 3 maanden. Dus het is maar net wanneer en hoe goed mijn bui is. Ja, en Roos zit eventjes op de wc. Ja. Hey, Drek. Hey, meisje. Ja, jullie moeten ook eten, hè? Ja, zal ik even eten aan jullie geven, hè? Hey? Zal ik even eten geven, hè? Ja? Ja. De dikke kop, die ligt hier. Hé, kerel. Nee. Blijf weg met mijn pink. Met mijn telefoon. Ik ga jullie eten voorzien. Zo, dat is 1. En meneer, jij maakt er een dikke bende van. Je hebt nog wel wat, maar niet veel. Ja. Zo.
Zo, ze hebben we eten. Kijk, eten. Eten, ja, Spiet, dat ben jij. Zo, en dan hebben de honden ook altijd een bak vol. Kijk, dit is voor de honden. Deze bak. Altijd met brokken. Die is altijd met water. Wat is het dan? Ga je kijken? Oh, dan moet iedereen erbij. Ja, tuurlijk. Heel leuk. Ja, tuurlijk. Aandacht, hè? Hou vast dan. Hou vast. Hou vast dan. Hou vast. Niet en niet mijn hand pakken. Hou vast. Zag eens. Nou, hou ze op. Zag eens. Nou. Ga zitten. Hey. Ga zitten. Allebei. Allebei. Ga eens maar zitten, allebei. Nee, ga eens naar achteren. Ja, woef, waf. Nee, zitten. Ja, waf, 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 waf. Hou vast dan. Hou vast. Hou vast dan. Ja. Hou vast dan. Kom hier. Kom hier met dat ding. Ja, kom hier dan. Ja. Ga je praten? Tegen wat? Lovely, ga jij het leren even je zus om te praten? Nee, blijf. Kom hier. Jut. Niet tegen me aanspringen. Ach, dat wil ik niet hebben. Niet tegen me aanspringen. Nee. Zitten. 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 Jij ook zitten. Ja, kom hier dan zitten. Niet tegen me aanspringen. Nee. Klaar. Nou, zeg. Zo, boodschappen is ook alweer in huis. Ja. En we lopen dus nou lekker naar de auto. Ja. Het is hier dood. Het is heel rustig. Mijn man die wil zo graag inpakken. Nou, dan gaan we lekker even op zijn handen kijken met inpakken. Hadden we niet andere nog? Nee, hè? Nee. Nee hoor mensen, we gaan niet op zijn handen kijken. Nu. Nou, dit is dus het dak. Waar het hekwerk nog omheen zit, daar zijn ze dus nog mee bezig. Daar komt een hele platenwand tegenaan. En daar zijn wij. Ja, nee, kom. Normaal zitten jij. Meneer die denkt nu slim te zijn, maar dat is dus meneer lekker niet. En daar kan je erin. En aan de andere kant, daar kan je erin. Nee, 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 nee. Zo. Ja, mag ik daar zitten? Alsjeblieft. En we zijn weer thuis. Ja.
Ik ga de sleutels pakken, want ik wil weten hoe dames ze dat hebben gedaan. Dus ik ga het deurtje open, terwijl Rome al boven is. Dus ik ga de sleutels pakken en ik ga even de kamer draaien. Zo, kijken hoe de kinderen ze dat hebben gedaan. En de kinderen blij zijn dat we thuis zijn. Kom. Ja, lekker aan het slopen geweest, hè? Dat mag, hè? Deze mag, ja, nu slopen jij voor mij. Ja, nu wel, ja. Ja. Zo. Ja, lekker warm hier. Dan ga ik even maar even kachel uit doen. Want anders ga ik hier dood. Oeh. En ik doe lekker weg. Ja, als ik niet vergeet, ga ik morgen voor jullie eventjes laten zien hoe het moet. Voor de nieuwe die het nog overwegen. Hey! Nee, jullie krijgen nog geen aandacht nu. Want ik heb mijn jas nog niet uit. Hé, hey, lady! Leed! Heb je jou niet geleerd, hè, domme tut? Leed, kom hier. Hey! Heb ik jou niet aangeleerd, hè? Hey, nee. Lekker warm hier, hè? Huh? Sneeuwvette. Ja, sorry. Maar hij staat uit nu. Kijk eens hier. Ja, kom dan. Ja. Kom dan. Ja. Kom dan. Ja, kom hier. Daar naartoe. Dat is makkelijker filmen voor mij. Ga kijken. Kom hier. Ja. Hier. Pak het op. Is makkelijker voor mij. Nee, zitten. Je moet weer naar de kapper, jij. Oh, sorry, skasje. Ja, kom hier. Ja. Ja, moet ik hem pakken dan? Ja, doe maar, pak maar. Nee, moet ik hem pakken? Ja, hij zit lekker ongelukkig. Ja, hij zit ongelukkig. Hij zit toch hier ongelukkig? Hij zit hier ongelukkig, die kant op. Ga pakken. Hij zat er ongelukkig. Hier. Zo, kom dan. Kom. Iedereen die vindt jou leuk op de vlog namelijk. Kom hier. Hop. Hoppie. Koffie? Kom hier. Nop. Lekker. Okay. Iedereen vindt jou leuk op de vlog. En zelfs mijn moeder. Haha. Ja, en toen was het alweer zondag 26 januari, bijna 1 uur. Kijk, ik lig gewoon op bed. Ja, ik heb Roderick aan de telefoon. Kijk, gezellig. En ik heb nog lekker bij me liggen. Hoe cute is dat?
Kan je dat zonnetje verpesten? Nou ja, zonnetje verpest het niet, maar... Nee, er is niks. Kijk, kom. Er is nog niks. De baas moet nog komen hoor. Dus dat. En sowieso staat er vandaag op de planning kapper. En dan gaat Roof vloggen. Filmen, vloggen. En we gaan even een rondje. De Mall of the Netherlands doen voor jullie. Ja, maar dat komt weer in een aparte video over. Ja. En trouwens, ik heb een app op mijn tablet staan, mensen. Voor het eten. Dus binnenkort zien jullie ook wat meer over eten. In andere kookvideo's. Maar dan moeten we even kijken hoe en wat. Ik vind het wel lekker met saus doorheen, maar ook weer niet. Maar dat is gewoon smaakverschillen. Maar dan hoop ik ook dat Ro eens een keertje gaat koken. Dat hij dan ook gewoon vertelt wat hij maakt. En dan kan ik filmen. Dat is ook leuk. Karin achter de camera. In plaats voor. Ja. Dat lijkt me ook leuk. Nou ja, welkom mensen. Hè, weer, ja, het is weer zondag. Ja, het is geen intro. Nee, we plakken het er gewoon. Lekker achter het weekendje vlog. Nou, en dat is het ook een weekend vlog. Ja, hè, een weekend vloggen. Ja, ik ben alleen maar aan het praten en knuffelen met jou. Ja. Nou ja, doodles. Ja, mensen, mijn haar die ziet er dus nu nog zo uit. Een beetje, nou, vettig. Wat ik al zei, ik ga ga wel naar de kapper. Ik zal alleen maar aan het pluizen. Maar ik wil ook wel wat anders. Ik wil het wel lang laten groeien, ja. Misschien een beetje opscheren of zo. Hier een beetje, weet je. Dat het niet zo heel veel is, maar dat het even hier aan de twee zijkantjes een beetje op wordt geschoren. Het groeit toch wel weer aan, maar dat als het er zo overheen valt, dat je dat dan weer net niet ziet. Ja, ik weet het nog niet wat ik ga doen, nee. Het is wel best mooi weer. Kan jij het ook nog vertellen dan? Ja? Kan je het ook nog vertellen dan? Oh, nou dankjewel. Nee, maar ik ga even kijken wat ongeveer de mode van 2020 is voor je haar. Ga ik het even bekijken wat ik ga doen ermee. Ja. Ja, zoals we gewoon weer zitten, we dus in de auto. Ja. Heel gezellig in de auto. Nou, fietser en boemer zo. Nee, precies. Nou, zoals jullie al weten, gaan we dus naar de kapper. Ja, ik.
Mijn haar, dat ziet er niet uit. Ja, mijn haar wel, maar het gaat overal springen. Dat wil ik niet. En we gaan weer eventjes een mooie update voor de Mall of the Netherlands maken voor jullie. Ja, we zijn een beetje verlaat aan de verlaten kant, maar we gingen op tijd weg. Maar dat we op weg gingen, kwamen we dus een auto tegen aan de rechterkant, voorkant. Rechtsvoor. Een lekke band, maar dat was dus een klapband. Dus we hebben eventjes als taxi gefunctioneerd om eigenlijk te kijken, want ze dachten dus een andere voorwiel te hebben, maar die voorwiel was te groot. Ja. Dus nee, dat schiet dus niet op. Dus dus we zijn dus nu weer alleen en nu gaan we pas naar Leiden zagen. Het is inmiddels bijna 2:30. Nee, toen waren wij gewoon een tijdje thuis. Voor de buis. Ik heb geslapen. Dankjewel. Hoe vond je het eten bij de buurvrouw? Dat was wel lekker. Dat is mooi. Nee, ja, groentjes ben je zo dol op, maar goed. Ja, dat toch wel. Lekker en tomaatjes, toch? Nee. Nee, en toen zijn we nog eventjes in de Leids geweest. Ja. En ik heb een videootje gemaakt. Dus een beetje lekker in de avond. En dan zien we voor lekker rijden. Misschien gaan we dat dan nog een skateje ook doen. Maar dan gewoon een skateje random rijden. Gewoon lekker filmen. En dan gewoon een leuke route uitstippelen. Dus daar ben ik ook zelf goed in. Een route uitstippelen. Zonder stippeltjes? Nee, maar gewoon een route uitstippelen. Ja. En dan mag jij gaan rijden. En ik weet hoe je gaat rijden. Oké. Okay. Jij de navigatie, ik het rijden. Ja, precies. Mooie taak. En dan mooi filmen. Dat is leuk. Kijk maar. En ook voor de kijkers, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Maar wij gaan jullie onwijs hartelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja, dankjewel. Vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En wat kom in? Ja, zeg het maar. Ja, jij zegt het altijd, hè? Dan heb je nog een belletje aan, reactie achterlaten en abonneren, want het is gratis. Ja, dat zie je zeker. Want ik heb inderdaad ook gezien en dat 70% van de kijkers niet zijn geabonneerd. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe het dan even gratis op dat button. Abonneerknopje. Yep, inderdaad. En weet je nog niet hoe? Ik zou zeggen, hieronder, precies hier. Ja, hier, hier. Onder de video. Nee, niet om in het videootje. Op het end, ongeveer, heb je een mooie logo van ons. Daar kun je ook op abonneren. Dus, vind je dat een beetje moeilijk? Klik het hier en je bent geabonneerd. Dank jullie wel. Doei! Doei! Doei.